Hey, jullie zijn er al. Nou, dat is mooi op tijd. Ik ben er ook. Wat we vandaag gaan doen is een zelfportret maken in een eigen gemaakte studio. Dus gewoon een studio, gewoon in je huiskamer. Kan iedereen. Let maar op, gaan we meteen beginnen. Voordat we echt aan de shoot beginnen, zal ik even wat vertellen wat we hier allemaal hebben neergezet. We werken met 3 flitsers. En deze flitser heeft een softbox. Dat geeft echt een aanzienlijk beter resultaat dan wanneer je direct flitst of flitst via het plafond. Die 3 flitsers die kunnen met het Nikon systeem, dat infrarood systeem, kan ik alle 3 de flitsers afzonderlijk regelen. Dus deze is het hoofdlicht, dus die zal ook veel licht geven. En je zag er net ook een haarlichtje waar ik een donker filtertje op heb gezet. Die laat ik wat minder licht geven. Nou, zo stel ik ze allemaal af. Voor de rest werk ik ook met een grondlichtje. Dus ik heb een reflectiescherm beneden neergelegd. En daar zorg ik dat de onderkant van het model, dus ikzelf dus, dat het hier wordt verlicht, waardoor hier de schaduwen van je kin op je hals en van je neus onder je neus, dat soort schaduwen, dat je die echt een beetje neutraliseert. Nou, zoals ik net al zei, ik kan via dit menu en met dit flitsertje, die zendt het infrarood lichtje uit, kan ik dus alle flitsers bedienen. En ik zie ook dat mijn camera, of op mijn camera geeft hij de volle flits. Dus die zet ik even naar een halve flits, dan krijg ik een iets zachter geheel. Gaan we eventjes netjes aanpassen. Ik zet deze op een half. Staat hij nu op. Geef even een oké. En we kunnen beginnen. We zijn helemaal klaar. Ik heb hier een draadontspanner in mijn hand. En ja, dat is natuurlijk, die moet buiten beeld blijven. En dan kan ik schieten. Dat is mooi. Ik heb hier rechts van me, voor jullie links, heb ik mijn softboxje staan. Ik heb er net al een proefopstelling gedaan. En het is nog een beetje te hard, dus die stel ik nog een beetje bij. Het lichtje hier links van mij, voor de kijkers rechts, dus voor jou dus. Ja, die geeft ook wel een leuke, mooie uitwerking. We gaan gewoon beginnen. Ja, wat er nu eigenlijk gebeurt, ik poseer en ik zie vanzelf wel wat er uitkomt. Waarom ik elke keer wacht tussen het schieten door, ik moet van alle 3 de camera's het pieptoontje horen dat ze allemaal weer zijn opgeladen. Zo'n zwarte achtergrond is natuurlijk hartstikke leuk, maar je kan natuurlijk heel makkelijk kan je van achtergrond veranderen door er gewoon een ander doek op te hangen en dan weer foto's maken en dan heb je in één keer weer heel andere foto's. Kijk maar. Nou, zo heb ik dus een foto met een hele andere achtergrond, iets anders. En je ziet dat we meteen een hele andere foto hebben. En terwijl de ingreep heel, heel simpel is. Dus we doen even nog een paar foto's. Ja? Dit was de laatste. De laatste foto van de serie. Nog even de instellingen. Hij zat op een hele snelle sluitertijd, een 250ste. Snelste wat ik kan doen.
En hij staat op een diafragma 11. En mijn ISO, ja, die heb ik helemaal naar beneden gedrukt. Dus op een ISO 50. Want deze lichtjes geven toch wel behoorlijk wat licht. Ga het lekker ook thuis zelf uitproberen. In je huiskamer. Eenvoudige studio bouwen. En leuke foto's maken. Succes! Okay.